handig hè, zo'n ding. Ja, best leuk ja. Wel hè? Ja, ik heb hem ook nog maar net hoor, maar je krijgt hem veel stabieler hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is wel makkelijk. Ja, nou ja, goed, als je hem in de hand hebt en je komt bijvoorbeeld bij je microfoon in de buurt, dan hoor je dat meteen ook. En, ja, dat, en hij werkt ook nog via Bluetooth, dus dat is ook wel leuk. Ja, dat zijn allemaal dingetjes hoor. Ja, nou, film maar. Ja, hoi! Ah, als je het aan durft, ja, hij komt wel terug hoor. Moet je even wachten tot die hond weg is. Doei. Ja, ik zou net zeggen, dan moet hij wel echt weg zijn. Want als die hond hem nog loopt. Tij! Moest even kennis maken. Tij!
Kom maar. Tij. Ja, zo'n vriendinnetje weg. Yo, kom maar. Komt wel aan. Ja, die komt ze weer, Luca. Dan kan je hem wel loslaten, dan gebeurt er niks meer. Ja? Nou, straks die achter die andere hond. Nee, doe die nog niet. Dan ga ik wel deze hebben. Hè? En als het deze het kanaal in. Ja. Per ongeluk. Ja, dat komt dan ook even. Dit is even leuk op een film. Dan, als je googelt in YouTube op Super Summer Day, ja? Niet days, maar super. Spatie Summer Days, ja? Dan zie je meteen haar kop wel. Okay. En ze heeft haar eigen kanaaltje dan, ja, op mijn naam dan. Ja. En daar staan al een stuk of 20 filmpjes op. Oh, wat grappig. Vanaf jongs af aan, hè? Oh, leuk. Vanaf echt nog een lieve kleine puppas. Maar zwemt ze ook? Nog niet. Okay. Maar dat kan heel snel veranderen, zie ik wel. Ja. Nou, ik zou daar dan niet gaan. Nee, dat doet ze ook niet hoor. Maar ze kan er per ongeluk invallen. Ja. Maar Luca die zwemt wel, die wil dus hier nog alles in. Kan die er dan uitkomen hier? Hier? Oh, daar. Ja, oké. Okay. Ja. Maar daar zijn hij niet, denk ik. Maar dat weten ze wel. Nee, dat vindt hij eng. Hij echt als hij ook maar voelt dat hij niet bij de grond kan. Dan heb ik in ieder geval wat op beeld staan. Want het is iedere keer weer moeilijk om wat leuks te filmen. Hè? Ja, maar dit is wel leuk als ze zo met elkaar spelen. Ja. Kijk, hij doet nog aardig zo meteen niks anders dan haar volgen. Ja. Dus dan hoef je alleen maar die van mij te roepen. En als niet, dan komt er niet jou erop. Ja, dat lukt ook wel. Dat is een tackle, daar doen ze niks mee, denk ik. Nee, daar is Luca alleen maar bang voor. Hij heeft al gegeten, hè? Mijne? Ja. Een tackle voor Luns. Oh. Ik ga even uit. Ja, maar ze vroeg het ook niet daar. Ze ging ook nog een beetje drama ook. Ja. Kom je toch wel. Ja. Nou, dan moet je hier met een hond gooien, dan komt de andere honden tegen. Ja. En honden zijn sociale wezens, dus die, ja, zijn wel spelen. Ja, dus maar ik snap wel als hij boos reageert, maar ze waren nou gewoon wat aan het spelen. Dus, ja, dit was gewoon puur spel. Maar ik vind het wel echt heel leuk om te zien, want hij gaat nou ook echt zo langs het water en normaal doet hij dat nooit. Echt leuk aan het spelen. Nou, hij is verliefd nou. Ja, hij is hartstikke verliefd. Maar dit is nog zo'n klein hondje. Dus, ja, ik weet niet hoeveel hondje heeft, maar hij is toch klein. Het is geen tekko, maar... Ja, wat is dat? Zij wonen... hier, in Griendaan. En daar is Luca ook helemaal verliefd op. Ja, ze zoeken hun maatje vooruit. Ja! Hoor. Ja, honden zijn sociale wezens. Oh, maar en, daar komt een vrouw op spielen staan. Luca! Oh ja, dat is ook leuk. Luca! Gaat u erachter? Luca! Maar dat kan niet. Luca, kom hier. Luca! Hier komen. Een vrouw op spieren. Luca! Kom hier. Kom eens thuis. Even wachten. Ja, dat is goed. Hey. Nou, kleine rat. Moest ik dat voorbij. Nou, ze reageert niet even op. Nee. Kom eens hier. Thuis. Ja, nee, ze gaan er nou toch niet achteraan? Nee, denk ik niet. Ja. Tij! Luca! Oh nee! Nee, ze gebeurt niet. Oh, zie, maar ze vindt het niet zijn, leuk. Ze zijn alleen nieuwsgierig. Kijk, dat is typisch jachthond. Dat beweegt en daar moet je even naar kijken. Dan ga je dus even achteraan. Ja, maar ze gaan nou wel heel ver. En zo'n hond is zo'n 500 meter verder. Nee, maar ze zitten nou helemaal... Oh, daarom doe ik hem dus nooit. Waarom gaat hij altijd hij komt als... nooit meer terug. Wat, hè, jij net zegt, hè, met die tackle. En dat komt allemaal uit dan. Ja, jongen. Maar zie, maar die vrouw die vindt het ook niet leuk. Maar nee. Ze zitten nou om mij. Luca! Yo! Kom aan! Nou, hij is kom aan. Ja, kijk, dat is een jachthond. Hè. Ze zijn zomaar een paar honderd meter ver. Ja, maar weet je, als mijn ouders hem dan roepen, dan komt hij zomaar weer terug. Maar dit vinden ze mooi, joh. Ja, maar dit vind ik ook wel leuk. Alleen, weet je, zoals zoiets. Stel dat hij dan heel ver weg gaat. Hij is wel eens een keer... Er waren mijn ouders bij die rode brug daar. Mm-hmm. En dan is hij helemaal naar die Drachtse brug gerend.
Omdat hij daar wat zag of zo. Ja, weet dan je, ruiken dat ze wat, hè? Maar... Ik moest er in het begin ook heel erg aan wennen. Ik heb altijd labradors gehad. Oh, die zijn en, lief. Ja, ze zijn ook leuk. Maar dan krijg je in één keer zo'n hond en die labrador die was altijd hier. Ja. En deze die, oh, hup, daar even heen. Ze houden je wel in de gaten, hoor. Ja. Maar ze zijn gewoon veel zelfstandiger. Ja, nee, weet je, dat is wel zo. Maar ik zag laatst ook op het nieuws een fokker en die had ook een paar honden. En die hadden een kleuter gebeten. Ja, weet je, je... Ja, dat doen deze dan niet, joh. Nee, maar je weet het maar nooit. En dan vind ik dat toch wat eng, weet je wel. Dan denk ik, nou, het zal toch maar. Ja, deze zijn gewoon sociaal. Een echte jachthond, zo werkt een jachthond. Ja. Gewoon gaat rennen en overal nieuwsgierig. Ze zijn wel aan elkaar gewaagd, dat vinden ze mooi, joh. Ja. Die mogen, die zijn gelijk al vriendjes, joh. Ja. Ja, dat vind ik wel lief. Ja, Lu. Oh, die zit een appeltje. Kijk, hij heeft nou plannen voor vanavond. Ja. Oh ja. Hij wil ook op de samba doen. Alleen zij weet echt nog helemaal van niks. Ja. Oh, Lucas. Lucas, wat doe je? Wat doe je, Lucas? Vind je haar zo lief? Ja. Yeah. Je moet er nog niks van hebben. Nee, ik zie het. Dat is een dat is het niet, hè? En dan komt een hondje aan. Ik weet niet wat het is. Maar... Oh, ja.